Heeft u wel eens een echte zeemeermin gezien? Vroeger werden ze regelmatig gesignaleerd door zeelui. Die waren vaak maanden van huis en dan sloeg de fantasie soms een beetje op hol. Volgens de overlevering werd de laatste zeemeermin in Nederland gezien in Westerschouwen. Dat en andere bekende en minder bekende wetenswaardigheden in Land in Zicht. Naast aandacht voor nieuwe culturele ontwikkelingen is eerbied voor ons cultureel erfgoed een ereplicht. Welkom bij Land in Zicht. We hebben deze uitzending 4 onderwerpen en dat zijn de volgende. Amsterdam is ooit het pakhuis van de wereld geweest. Oude ijskelders kunnen weer open. De vloek van een Zeeuwse zeemeerman. Het gekke verleden van Nederland. En er is hoog bezoek op de Dam. Het idee om ijs op te slaan als koelmiddel is al heel oud. De Chinezen en Arabieren deden dat al. In Nederland is dat pas begonnen in de Gouden Eeuw. Toen was er geld, konden ze mensen aan het werk zetten. En toen werd ijs gebruikt als koelmiddel. En dat werd opgeslagen in grote ijskelders. Ijs werd natuurlijk 's winters verzameld. En met een ijszaag snijd je het ijs los en dan haal je het er in blokken uit. Om een beetje ijskelder te vullen heb je soms wel een week nodig. Mooi. Sipkema die zou er blij mee zijn, joh. Hè? In de 17e eeuw kwam er een levendige ijshandel op gang. In een kelder kon het ijs wel 2 jaar goed blijven. Maar als er geen koude winter was, moest het worden geïmporteerd. Hierdoor ontstond er in Noorwegen, en later ook in Amerika, een ware ijsindustrie. Tot begin 1900 werd er in Nederland nog natuurijs verhandeld. Een paar mannen waren al jaren gek van ijskelders en wilden als experiment een gerenoveerde kelder opnieuw vullen en openstellen voor het publiek. Nu er een strenge winter is, grijpen ze hun kans. Ijskelders heb je in alle soorten en maten. Sommige zien er gewoon uit als een heuveltje. Maar op andere werd een gebouwtje gezet, zoals bijvoorbeeld een tuinhuisje. In Nederland zijn er nog zo'n kleine 100 ijskelders. De meeste zijn vervallen, maar de kelder in Bloemendaal is pas gerenoveerd. Het ijs dat werd op allerlei manieren gebruikt. De rijkere mensen hadden hun privé-ijskelder. Maar ook allerlei beroepen hadden ijs nodig. Een arts gebruikte ijs om infectieziekten te bestrijden, zoals een blinde darmontsteking. De zoetwatervissers vervoerden hun vis in ijs. En ook banketbakkers hadden ijs nodig. Dat klinkt vreemd, maar zij gebruikten ijs bij het maken van ijsjes.
Hier in Bloemendaal wordt al de hele week ijs gehakt. En dat gaat uiteindelijk hier naartoe, naar deze ijskelder. IJskelder De Rijp. Nou, dit is de binnenkant van een echte ijskelder. Wat is precies het principe van zo'n kelder? Nou, dat je het ijs in laagjes hier inbrengt. Waar we dus nu op staan is niet één grote klomp ijs, maar dat zijn laagjes ijs met dat riet ertussen. Want anders dan krijg je het er later niet meer uit. Hoe groot is deze kelder? 4,60 meter diameter. En de hoogte? Ja, de hoogte ongeveer 1,06 meter. Het is natuurlijk heel leuk dat er een oude traditie in ere wordt hersteld. Maar het is ook nog een milieuvriendelijke methode. Misschien geen gek idee. Geen ijskasten, maar ijskelders. IJskelder De Rijp ligt in Bloemendaal op 15 minuten lopen van het station. Morgen is deze kelder te bezoeken van 2:30 tot 4:30. U vindt de kelder op de hoek Bloemendaalseweg, Mollaan. Speciaal voor Land in Zicht opent ook Natuurmonumenten een ijskelder. Het gaat om de kelder op het landgoed Schaap en Burg in Schravenland, Noordereinde 60. U kunt er morgen in van 1 tot 4 uur. Meer informatie over ijskelders vindt u in het Land in Zicht bulletin. Vanaf maandag op alle VVVI en ANWB-kantoren. Gratis. In Nederland zijn er zo'n 50 zeemeerminnen gevangen. De laatste vangst dateert uit 1930. Hier in het dorp Westerschouwen weet iedereen van die ene zeemeermin. Dit is er overgebleven van wat eens een belangrijke havenplaats was, Westerschouwen. Wat wij nu Westerschouwen noemen, ligt hier op het Zeeuwse eiland Schouwen. Maar eens lag het voorname stadje 1 kilometer verder, waar nu het strand ligt. Het is eigenlijk onbegrijpelijk van al die mensen die hier zomers recreëren, die beseffen eigenlijk niet waar ze hier op liggen te recreëren. Ze liggen hier op het dorpje Westerschouwen. Dat heeft het tot 1300 is dat in bedrijf geweest in functie, als vrij belangrijke vissershaven. Als ik hier dat stuk veen zie liggen, dat is er nog een overblijfsel van. Hier onder het witte zand ligt alles bezaaid met veen. Door een vloek van een zeemeerman zou Westerschouwen in de golven zijn ondergegaan. Dat gebeurde rond 1400 na Christus. Vanuit mijn jeugd ben ik eigenlijk al bezig om sporen te ontdekken van het oude Westerschouwen. En dat lukt me ook regelmatig. Ik heb al een hele verzameling bij elkaar gespit. Het komt voorstel als je hier een beetje soms aan het graven bent op het strand. Kijk, nu ben je bewust bezig. Dat er dan zo'n tomput tevoorschijn komt. Er werd water uitgeput en zo'n kruik werd aan de touw bevestigd. En die touwtjes die braken ook wel eens. En als je dan eens in zo'n put aan het graven bent, dan komt het regelmatig voor, tenminste bij mij is het regelmatig voorgekomen, dat ik er hele kruiken uit haalde. Nou, dan gaat je hart een beetje harder kloppen en dan heb je een hele fijne dag voor jezelf. Voor de verwoesting van het stadje door de zee moest een verklaring worden gevonden. En die kwam er. Vissers hadden in hun netten een aantrekkelijke zeemeermin gevangen. Haar zeemeerman smeekte om mededogen, maar tevergeefs. Toen sprak hij zijn vloek uit over Westerschouwen. Het zou in de golven verdwijnen. Alleen de toren zou gespaard blijven. Om het onverklaarbare te verklaren zijn er altijd zeemeerminnen en zeemeermannen geweest. In alle soorten en maten. Een wetenschappelijke beschrijving uit 1700 zegt: de vis heeft een lengte van 6 span. Zijn kop is ovaal met een menselijk gezicht. Hij heeft 2 korte armen zonder ellebogen.
De vrouwtjes hebben borsten om hun jongen te zogen. De ingewanden komen overeen met die van een varken. Het vlees is vet als spek en wordt elders met smaak gegeten. Maar ons Europeanen bekomt het niet zo. Al meer dan 6000 jaar hebben de mensen echt geloofd in het bestaan van zeemeermannen en zeemeerminnen. Dat begon ten tijde van de Babyloniërs, de Grieken, de Romeinen en ook tegenwoordig nu in Nederland. In Nederland werden die verhalen onder andere gevoed door zeelui bij de West-Indische en Oost-Indische Compagnie die verre reizen maakten en daar zeewezens tegenkwamen die ontzettend op een zeemeermin of zeemeerman leken. Dat waren onder andere de zeekoeien die hun jongen ook boven water zogen, echte borsten hadden en daarbij lieflijke geluidjes maakten. Onverklaarbaar voor de bevolking van Edam was dit wat zij noemden wilde zeewijf. Ze sprak een andere taal en was niet christelijk. In de verhalen veranderden ze daarop al snel in een zeemeermin. Ze leerden haar de catechismus en de rozenkrans. Ook later zijn er zeemeerminnen gevangen en als we het moeten geloven zijn ze zelfs nog op 1910 op een kermis tentoongesteld geweest. In Zeeland zijn zeemeerminnen de laatste eeuw niet meer waargenomen. Alleen de macabere, plompe toren moet nog herinneren aan de vloek van die ene zeemeerman uit Westenschouwen. Westerschouwen ligt op Schouwen-Duiveland in Zeeland. Er loopt een toeristische route door het gebied en die is verkrijgbaar op ieder ANWB-kantoor. In Delft is er een tentoonstelling van tegels met afbeeldingen van zeemeerminnen en zeemeermannen. U kunt terecht in het museum Lambert van Meerten. Morgen van 1 tot 5 en dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5. Amsterdam is voor mij de enige echte stad van Nederland. Hier vind je de sporen van het verleden. Hier word je ook omringd door de meest imposante gebouwen. Het gekke is dat je eigenlijk er helemaal niet meer zo weer stilstaat. Al die mooie gebouwen zijn voor ons plaatjes geworden. Het is allemaal één groot decor. Maar het decor moest natuurlijk wel gebouwd worden. Dat kon eigenlijk alleen maar in één eeuw. De Gouden Eeuw. 17e eeuw. Amsterdam kende toen een groei van haar welvaart, een explosieve groei. De stad werd ontzettend rijk. Er kon een stadhuis gebouwd worden, zoals dit. Wat een immens stadhuis was voor die tijd. Je ziet het ook aan het inwonertal. Amsterdam had aan het begin van de 17e eeuw zo'n 50.000 inwoners. Aan het einde van die 17e eeuw waren dat er 200.000. Daarmee werd Amsterdam samen met Rome, Parijs en Londen een van de allergrootste steden ter wereld. In die tijd ontstond ook de Amsterdamse beurs en de wisselbank. Je moet je voorstellen dat er in Amsterdam enorme hoeveelheden geld binnenkwamen. Dat was niet alleen binnenlands geld, het waren ook marken, franken, ponden, dinars, noem het maar op. En die gingen naar de wisselbank. Bij die wisselbank kwamen dagelijks karren met geld binnen, letterlijk. Toevallig staat hier zo'n karretje met erop een kist. En die kist zat, neem ik aan, in die tijd tot aan de rand toe gevuld met geld. De kist werd dan op een karretje gezet, zoals dit. En dat ging op rails naar de kelders toe. Ze noemden dat ook wel de brandkast van Europa. Die rijkdom, die fantastische rijkdom van Amsterdam, die kwam natuurlijk niet uit de lucht vallen. Die kwam over het water. Amsterdam is groot geworden door de handel. Daarvoor waren de schepen nodig. Die schepen die kwamen daar vandaan, over de Zuiderzee, via Pampus. En dan kwamen ze hier het IJ op. En dan lagen ze in lange rijen lagen die schepen. Het was één groot mastbos. Maar om al die schepen met hun goederen en hun vracht en alle mensen op te kunnen vangen, had Amsterdam uitbreiding nodig. En die uitbreiding die vonden ze daar.
Hier werden de westelijke eilanden gebouwd. Het pakhuis van de wereld. En hier werd er gewerkt. Hier werd die roem, die welvaart verdiend. Uit de hele wereld kwamen hier de goederen bijeen. En die moesten natuurlijk verstouwd worden. En dat gebeurde in die pakhuizen. Die pakhuizen waren soms wel 45 meter diep. Dat is nogal wat. Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Maar nu de Amsterdamse juppies op hun trendy bankjes naar land in zicht liggen te kijken, daar lag vroeger heel wat anders. Daar lag het graan en de hennep uit de Oostzee. Daar lag de vis uit Noorwegen, de wijn en het zout uit Frankrijk en rozijnen uit de Middellandse Zee. De kades in dit gebied waren allemaal heel breed. Er mocht ook niet gebouwd worden, want daar moest opslag plaatsvinden. Hout, teer werd er opgeslagen, grote teervaten. Dit gebied waar ik nu sta, waren de teertuinen. Hier moet het vreselijk gestonken hebben. Hier kwam de teer per boot naartoe. Hier werd het gekookt en hier werd het verspreid om verder gebruikt te worden, bijvoorbeeld in de scheepsbouw. Als je hier niks te zoeken had, dan kwam je hier eigenlijk niet. Niet alles van wat hier vroeger stond, is nu nog te zien. Maar als je goed kijkt, vind je nog een heleboel terug. Op dit pand is er een fraaie gevelsteen. En dat zegt In den Gouden Reaal. Het slaat op Jacob Reaal. Hij was hier dé belangrijke koopman. Het eiland is ook naar hem genoemd, het Realeneiland. Dit pandje is nu mooi opgeknapt, maar dat zag er vroeger heel wat anders uit. In de 17e eeuw zat er een ankersmederij. En toen kwam de rook, bij wijze van spreken, uit de ramen. En zo zijn er nog het Bikkerseiland en het Prinseneiland. Toen werkeilanden en nu een verstild stuk Amsterdam om in rond te dolen. De westelijke eilanden liggen een kwartier lopen van het Centraal Station. Een bezoek aan de eilanden zou u moeten combineren met een bezoek aan het Amsterdams Historisch Museum. Schilderijen en maquettes plaatsen de eilanden in hun tijd, de Gouden Eeuw. In het museum is ook een stadswandeling, het Pakhuis van de Wereld, te koop. Voor €3,50 kunt u zelf een interessante route lopen door een onbekend stukje Amsterdam. Ik ben Annette Heffels, psycholoog en psychotherapeut. Ik behandel mensen met psychische problemen. Vandaar dat ik geboeid, maar vooral ook geschokt rondliep door een paar kleine musea, waarin je kon zien wat de praktijk van de psychiatrie was in de afgelopen eeuw. Dit is een van de voorwerpen uit de psychiatrie in de middeleeuwen. Voor mijn collega's uit de middeleeuwen was het allemaal hetzelfde. Zwakzinnigheid, epilepsie, geestesziekte. Men wist eigenlijk niet goed wat ze ermee moesten doen. Het enige wat men kon doen was mensen opbergen en beschermen tegen anderen en tegen zichzelf. Wanneer iemand een epileptische aanval voelde aankomen, dan moest hij in deze kist. En als de aanval over was, mochten ze er weer uit. Om te voorkomen dat ze zichzelf te veel pijn zouden doen. Dat klinkt niet plezierig. Maar in feite is het nog een van de minder vrede methoden van behandeling of bescherming uit de psychiatriepraktijk van de middeleeuwen. De Griekse arts Hippocrates was de eerste die ziekte loskoppelde van religie. Hij ging ervan uit dat ziekte werd veroorzaakt door een verstoring in de lichaamssappen, bloed, slijm, gele en zwarte gal. Een opvatting die eeuwenlang zou blijven bestaan en van waaruit geneeswijzen ontstonden als aderlaten, bloed aftappen,
purgeren, zuiveren door braken of laxeren, plaatsen van bloedzuigers en later zelfs het boren van een gaatje in de schedel. Dit is het laatst overgebleven doolhok in Nederland. Onderdeel van een ziekenhuis waar lichamelijke en geestelijk zieken naast elkaar werden verpleegd. Voor de geesteszieken betekende dat dat ze werden vastgelegd of opgesloten. Dat gold overigens alleen maar voor de mensen die echt gevaarlijk krankzinnig waren. Voor de mildere vormen van krankzinnigheid, die werden gewoon gehandhaafd binnen het dorp of binnen het gezin. En hier zat je dan. Kleine, kille ruimte, waar zelfs de meest agressieve krankzinnige geen kwaad kon. Jarenlang zat je hier, vaak levenslang, denk ik, want van genezing was natuurlijk geen sprake als je hier zat opgesloten. Alleen met je angsten, met stemmen in je hoofd. Alleen een gat in de deur waar je eten door naar binnen kwam. En een klein raampje voor licht en lucht. Een bed in de hoek met wat stro. Als je niet al te agressief was, dan werd je soms gelucht. Soms ook in een kooi op wielen, waarin je werd getoond aan het volk buiten. Dit is een dwangstoel waarin de patiënt met riemen werd vastgebonden, zodat hij zichzelf en anderen geen kwaad kon doen. Vastbinden, beperken is nog de belangrijkste behandelmethode in de middeleeuwen en ook nog lang daarna. Deze stoel komt in feite al zo'n beetje eind 18e, begin 19e eeuw in plaats van de veel barbaarsere methode om patiënten bedwang te houden, zoals kettingen en in kerkers opsluiten die daarvoor in gebruik waren. Voorbeelden van een wat humanere, tussen aanhalingstekens, methode om patiënten in bedwang te houden is ook de dwangbuis die u hierachter ziet. Die werd gesloten met riemen op de rug van de patiënt. Daar zat hij helemaal in, ook zijn handen en zijn voeten. En dat zorgde ervoor dat hij geen schade kon toebrengen. Water speelde een belangrijke rol bij de behandeling van geestesziekten. Ijskoud water ter afkoeling of warm water om te kalmeren. Tot in de eerste helft van deze eeuw werden deze baden regelmatig gebruikt om onrustige patiënten te kalmeren. Ze werden dan dik ingevet, soms 18 uur lang in zo'n bad gestopt om rustig te worden. Natuurlijk werden ze daar lang niet altijd rustig van en soms werden ze daarom onder een spanlaken gestopt met alleen hun hoofd eruit. En dit veroorzaakte vaak zoveel angst en onrust bij patiënten dat hun hele hals kapot geschuurd werden en allerlei koortsen en infecties ontstonden. Een echte revolutie was tegen de helft van deze eeuw de komst van de psychotherapie. Pas toen werd gepraat met psychiatrische patiënten om ze te genezen. In het goed per spoor bereikbare Gouda ligt het museum Catharina Gasthuis. Daar is onder andere een middeleeuwse dolcel te zien. Het museum is morgen geopend van 12 tot 5 en maandag tot en met zaterdag van 10 tot 5. In Noordwijkerhout is in de BAVO-kliniek de geschiedenis van de psychiatrische inrichting te zien. De expositie is morgen speciaal geopend van 2 tot 4 en verder op alle dinsdagen van 2 tot 4 uur. Het Land in Zicht bulletin geeft meer informatie. Vanaf maandag op alle ANWB en VVVI-kantoren. Het is nu dinsdag 12 februari en hier in Amsterdam, rond het paleis op de Dam, heerst er een mysterieuze drukte. Er staan allerlei vrachtwagens voor de deur, takelwagens. Er zijn allerlei filmploegen in het gebouw. Er is een nerveuze bewaking in het gebouw en rondom surveilleert de politie. Alles wijst erop dat er een heel speciaal bezoek verwacht wordt. Thank you.
hier is dan al die drukte op ontstaan. De leeuw van Venetië. Het schijnt een kunstwerk te zijn van onschatbare waarde. Eeuwenlang stond deze leeuw op een hoge zuil bij het Dogenpaleis in Venetië. En nu is hij hier. En één ding is zeker, deze leeuw heeft een aantal mensen hier in Amsterdam slapeloze nachten bezorgd. Nu de leeuw staat? Jazeker, dat hij nu eindelijk staat. Het heeft toch heel wat weken gekost en nu die staat ben ik erg blij. Ja. Heb je nou speciale maatregelen moeten treffen om hem te vervoeren? Jazeker, dus er is een hele speciale stalen kist gemaakt om hem te kunnen vervoeren. Het weegt 3 ton het beest, dus dat is niet een klein gewicht. Hier in het paleis moesten de vloer ondersteund worden, ijzeren balken aangebracht, anders zou hij er gewoon doorheen zakken. En hij is, neem ik aan, voor veel geld verzekerd? Voor een aantal miljoen is hij verzekerd. Dat moest van het Venetiaanse stadsbestuur. En dus dat hebben we zeker gedaan. Wat is nou zo bijzonder aan deze leeuw? Nou, het is in ieder geval een hele oude leeuw. De eerste bronnen vermelden dat de leeuw in 1293 al op zijn zuil staat. Hij is zeker 700 jaar. Kunsthistorici en archeologen zijn er helaas niet over eens wanneer die nou wel erg eigenlijk ontstaan is, wanneer die gemaakt is. Dat verschil van de 3e eeuw voor Christus tot de 12e eeuw in Venetië. In zijn oorspronkelijke gedaante heeft de leeuw ook nog vleugels. Die zijn er voor dit transport echter afgehaald en zullen in het paleis weer aan het lijf worden vastgemaakt. Deze leeuw is het pronkstuk van een speciale tentoonstelling in het paleis op de Dam. De tentoonstelling is een deel van een grote manifestatie Amsterdam-Venetië. In het kader van die manifestatie zijn er trouwens meer tentoonstellingen in Amsterdam georganiseerd. De expositie De Leeuw van Venetië in het Paleis op de Dam is te zien vanaf 21 februari. Er zijn trouwens meer tentoonstellingen in het kader van Amsterdam-Venetië. Informatie daarover vindt u in ons bulletin. Dit was Land in Zicht. Tot over 2 weken. Informatie over de onderwerpen in Land in Zicht kunt u krijgen bij alle ANWB en VVVI-kantoren. Daar ligt vanaf maandag het Land in Zicht bulletin op de balie. Morgen kunt u ook bellen van 9 tot 5 uur met de Land in Zicht infolijn. Het nummer is 070 31 41 42 0. Dus Den Haag 31 41 42 0.